De gemiddelde Nederlander eet ongeveer 75 kilo vlees per jaar. Nou, er wordt dus heel wat vlees geproduceerd en verkocht. En vandaag ben ik op bezoek bij Slagerij Schipper om eens te kijken wat zij allemaal in het assortiment hebben. Ja, Piet, jij bent eigenaar van deze slagerij. Ja. Sinds wanneer bestaan jullie? Wij bestaan sinds 1905, dus dat is een aardige tijd natuurlijk. Ik ben de vierde generatie samen met mijn broer. We hebben het een jaar of vijf geleden overgenomen. De vestiging zat in een andere winkel eerst, een andere locatie. En sinds 1979 zitten wij hier nu. En de andere locatie hebben we wel de worstmakerij nog. Dus daar worden alle spullen geproduceerd. En, dat is handig, die locatie heb je nog achter de hand. Extern, ja, dat hebben we altijd achter de hand. En dat is altijd makkelijk natuurlijk. Daar heb je de ruimte ook. En, hier kunnen we geen worst maken, daar hebben we geen plek voor. Oké. En waar komt het andere vlees vandaan? Het andere vlees, met name het rundvlees, dat selecteren we bij een vaste mester, Joop Schouten. En daar selecteren we het levend. Dus we zoeken ze uit, we kijken naar vetbedekking, bevleestheid, leeftijd, soort. En zo selecteren we dat. En wat voor vlees verkoop je allemaal? We hebben rundvlees, kalfsvlees, lamsvlees, varkensvlees, kipvlees. En Iberico-vlees. Wat is Iberico-vlees? Iberico-vlees, dat is een mooi varken uit Spanje. Iberisch varken wat een voortreffelijke smaak heeft. Waar je in principe qua bereiding geen boterolie nodig hebt. Alleen een beetje peper en zout. En dan voortreffelijk van smaak. En buiten het vlees en vlees, waarom verkopen jullie ook nog andere producten? Ja, dat klopt. We maken zelf de maaltijden. Die maken we hier ter plekke. We maken zelf salades. We maken hier lekkere sassijzenbroodjes. Die bakken we af in de oven. En wat meer warme dingen, zoals kippenpoten, drumstickjes, balletjes gehakt. Dat wordt hier allemaal gedaan. Nou, en dan even nog met het feestdagen in het vooruitzicht. Verkoop je ook van die samengestelde pakketten? Ja, dat klopt. Dat zijn leuke schotels. Dat is gemarineerd vlees, samengesteld met groente, aardappels. Die kunnen de mensen zo in de oven stoppen. En dat is dan op tafel zetten en lekker genieten. Ja, dan krijg je druk straks. Dat zit er wel dik in, ja. Het begint nu ook best druk te worden. Ja, zeker wel. Ik dacht, zal ik jou eens even een handje gaan helpen? Nog maar, dat lijkt me een goed idee. Dan gaan we eens even lekker een stukje vlees snijden. Ja? Nou, ik heb hier een mooi stuk achterham. Die zal ik op het snijmachine zetten. Dan kan je misschien even een paar plakjes snijden. De juiste dikte instellen. Kijk eens. Zo, mevrouw, kijkt u eens? Alsjeblieft. Zeg, Piet, wat me opvalt. Zijn jullie gespecialiseerd in worsten? Want... Ja, we maken een hoop zelf. Naast een uitgebreid assortiment buitenlandse vleeswaren maken we een hoop zelf. Zoals dit gedroogd worstje. En dat is een heerlijk worstje. Je zou misschien even kunnen proeven. En wat is dat precies voor worst? Een lekker gedroogd worstje met mediterrane kruiden. Maken we helemaal zelf. Ja, varken. Mediterrane kruiden. Ja. Nou, daar hou ik al van, mediterrane. Lekker, hè? Ik zeg, Piet, pak er maar in voor mij. Ga ik doen, dankjewel.